We kunnen nu echt uit gaan kijken naar de zomer. Er is een locatie bekend voor het sprookje van de prinses op de ert. En gaat Ravelijn verdwijnen? Hey, hallo allemaal. Leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Michelle en vandaag neem ik jullie weer mee langs het laatste nieuws vanuit de wereld van de Efteling. En vandaag beginnen we in Bosrijk. Twee weken geleden vertelde ik jullie dat daar de slagboom kapot was. Die is ondertussen weer gemaakt. Dan gaan we door richting de parkeerplaats. Daar vertelde ik vorige week dat daar nu ook tijdelijke masten kwamen te staan voor de lantaarnpalen. Dit bleek niet helemaal waar. Deze blijken te zijn voor de bordjes voor te land, ter zee en in de lucht. Na de parkeerplaats gaan we door richting de ingang. Daar hadden we dat vogelnestje dat in het slot van de poort zat. Die vogeltjes die zijn nu uitgevlogen, dus dat is heel fijn. Kunnen ze een rustig plekje zoeken. En dan gaan we naar de ingang zelf. Daar zijn ze nog druk bezig geweest met de schilderwerkzaamheden. Zo is het dak van het laatste hutje van de evenementenkassa nu ook geschilderd. En ze hebben de gevel aan de achterkant eruit gehaald. Daar zit er nu eentje in met een nieuwe kleur. Is weer even wennen, maar ziet er wel netjes uit. En ook is dat bord in het midden voor dat kraaiennest, hoe heet dat daar? Nou ja, in het midden dat bord, dat heeft ook een nieuw kleurtje gekregen. Is weer helemaal netjes. Zien we gelijk al de eerste nieuwe ontwikkelingen richting de zomer Efteling. Als we namelijk rechts naar het lenterrein kijken, bij Pinocchio daar, dan zien we de gin al helemaal klaarstaan. Dus die gaat zeker terugkomen. Nou ging ik daar al een beetje van uit, maar nu is het wel heel waarschijnlijk. We gaan door eigenlijk naar de overkant van het plein daar. Daar staan de sprookjesboombuxussen die. Die heggen in de vorm van sprookjesfiguren, die staan er weer. En ze zijn een beetje anders dan vorig jaar. Zo mis ik bijvoorbeeld Roodkapje. En zie ik nu Langnek en Van der Vaak hier. Dus dat is weer super tof. Dan gaan we nog even richting het Grand Hotel. Daar gaat het bouw van de volgende verdieping alweer heel hard. Die staat er bijna op. En we gaan even bij Dans Macabre kijken. Daar waren van de week filmopnames. Dus het lijkt erop dat er binnenkort weer een making-of gaat komen. Als ik een voorspelling mag doen, dan gok ik op 25 juni. Want vorig jaar kwam er ook van alles net voordat de zomer begon. Of eigenlijk op de dag dat de zomer begon, zo in die week in ieder geval. Dus ik ga daar een beetje van uit, maar we gaan het zien. Dan gaan we nog even naar Talentenzee en in de lucht, want afgelopen week waren de opnames. Helaas mag ik geen beelden laten zien van het programma zelf. RTL laat alle accounts blokkeren die wel wat laten zien, dus dat ga ik ook niet doen. Maar volgens mij moet het best oké zijn om gewoon wat sfeerimpressies te geven van hoe het hier aan toe ging. Dus dat ga ik nu wel doen. En mocht dat niet oké zijn, dan merken jullie het vanzelf. Dan kan ik dit er heel mooi tussenuit knippen. In het Sprookjesbos beginnen we deze week een keertje niet helemaal bij het begin. Maar we beginnen bij Kogeloog, want daar is een prullenmandje. Die is een beetje kapot, moet misschien even vervangen worden. We gaan door naar Roodkapje. Daar hebben we het bordje aan het begin van het sprookje. Daar hebben ze de beeldenis van Roodkapje weggehaald. Die wordt waarschijnlijk helemaal opgeknapt. En we gaan naar Pinocchio. Daar hebben we de monstervis. En daar is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws. Er is beweging geweest in het oog van de monstervis. Of het oog bewoog al, maar in het ooglid. Het slechte nieuws, het ooglid is alleen dicht gegaan. En verder blijft hij nu dicht, dus het is er niet beter op geworden. Dan gaan we verder naar Hans en Grietje. Er is weer heel veel gebeurd. Het begint nu echt een gebouwtje te worden. Super tof om te volgen dit. Er komen al wat raampjes in en zo. Ja, echt tof.
Ook hebben ze daar de partytent verplaatst. Waardoor die nu voor het bankje staat waar ik altijd op ga staan om te filmen. Dat is een beetje jammer, maar goed, het zal nodig zijn. Ik baal er wel een beetje van. We gaan nog een klein stukje verder, want ergens in januari, december kregen we al te horen dat er een nieuw sprookje gaat komen. Namelijk dat van de prinses op de ert. En nu weten we ook waar het gaat komen. Althans, weten we het zeker? Nog niet helemaal, het is nog niet bevestigd. Maar de kans is zeer groot dat we de plek hebben gevonden. Er staan namelijk piketpaaltjes een beetje in het stukje bos tussen de Rode Schoentjes, de Trollenkoning, Vrouw Holle en het Grand Hotel. Eigenlijk die plek die ik jullie toen al vertelde. Nou, daar hebben ze piketpaaltjes neergezet nu. Die kun je heel mooi zien vanaf de plek tussen de Trollenkoning en de Dansende Schoentjes. En waarschijnlijk gaat er een pad komen vanaf het plein een beetje bij de put van Vrouw Holle richting het Grand Hotel, waar het langs komt te staan. Ja, super tof. Ik heb er zin in. Lijkt mij een heel mooi projectje om ook te gaan volgen. Dat komt waarschijnlijk, zal na Hans en Grietje gaan gebeuren, denk ik. Want als het ongeveer tegelijk met het Grand Hotel moet openen, lijkt het mij dat ze rond die koers, dat ze het zo mooi overpakken. We gaan nog even door. Dan komen we langs Kleine Boodschap. Daar hebben ze het vijvertje schoongemaakt van de week. Ziet er weer netjes uit. En dan gaan we naar de Zes Zwanen. Die is ineens in onderhoud. Heel die rots uit het midden van het ritsysteem, die is weggehaald. Die staat nu op het pad waar je normaal overheen loopt. Verder wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. Het wordt vast allemaal gecheckt. Misschien gaan ze wel iets doen met die vleugels. Daar zie ik nu nog niks van. Er gingen natuurlijk wel wat geruchten dat die terug gaan komen. Dus dat ga ik zeker in de gaten houden. Wat wel opviel, is dat in het begin van de week ineens de Zes Zwanen dus dicht was. Maar de wachtrij die stond nog wel in de app. Hij stond nog als open in de app, alleen met een wachtrij van 0 minuten. Dat heeft de Efteling op een hele creatieve manier opgelost. Ze hebben er nu gewoon een sprookje van gemaakt en er staat geen wachttijd meer bij. Dus hij is niet dicht of in onderhoud. Er is gewoon geen wachtrij. Ja, dat is ook een manier. Dan gaan we verder naar de Indische Waterlelies. Daar is het bankje weer terug. En waar daar een bankje terug is, is er eentje weggehaald bij het meisje met de zwavelstokjes. Die is nu in onderhoud. Die wordt vast ook weer helemaal netjes. En dan heb ik nog één ding. Het viel me net toen ik langs de sprookjesboom liep op dat er wat rare geluiden langskwamen. Die ik normaal niet in de show hoor. Ik ga er niet vanuit dat er een nieuwe show is. Maar ik ga voor de zekerheid toch even kijken. Dat hij dat bij niemand kwijt kan. Ik ben dol op geheimen. Oh, je meent het. Ja, vooral geheimen van anderen dan, hè? Ja, maar zo sta jij ook wel een beetje bekend. Ik had wel je dat in twijfel trok. Want jij dus zegt niet zomaar aan de grote klok. Adem in. Wat? In adem en zo. Oh. Wat heb jij gegeten? Geitenkaas. Ja. Nog een keer in. Ja. Heel goed. Oh, ik voel me helemaal ontspannen. Ja, dat is lekker. Ja. Hoe groot is het geheimje van die kleine pok? Ik zeg het haar, ik hang niks aan de grote klok.
Ik had het ook niet verwacht, maar er is inderdaad geen nieuwe show bij het Sprookjesboom Theater. Inmiddels ben ik in het Marenrijk en daar begin ik bij de oude Marskramer, want daar zijn nieuwe pins. Het is een setje van 3 pins in de geometriclijn. Eentje van Roodkapje, eentje van de Fakir en eentje van de Heks. Mijning is het nog steeds niet helemaal, maar als je ze wel tof vindt, moet je ze zeker halen. Volgens mij waren ze 15 euro. Dan gaan we kijken naar de stoomtrein. Die is nu toch weer toegevoegd op de onderhoudskalender en die staat voorlopig tot half juni weer gepland. Deze week is die in ieder geval maandag en vrijdag dicht. Volgende week, volgens mij woensdag, ga ik straks nog even checken. Ik ga jullie daarover zeker in de gaten houden. En dan gaan we nog even naar Droomvlucht. Want daar is een elfje weg in de scène. Een van die elfjes die met de voetjes in het water zit, zeg maar. En dan gaan we even naar Ravelijn, want dat zou verdwijnen. Althans, dat meldde Loopings afgelopen dinsdag in een artikel. En ik vind dat een beetje opmerkelijk en ik ga je vertellen waarom. Het begon 2 weken geleden. Toen zat Wessel Wit, de hoofdredacteur van Loopings, die zat als gast bij de podcast Team Talk. En daarin zaten ze een beetje te dollen. En er werd aan Wessel gevraagd wat hij verwachtte dat het eerstvolgende zou zijn. Wat nieuw komt in de Efteling of de eerstvolgende grote verandering zou zijn. Hierin gaf Wessel aan dat hij verwachtte dat Ravelijn zou verdwijnen en dat er een soort walkthrough zou komen. Maar dat het puur eigenlijk niet heel concreet was, dat er nog niks bevestigd was, maar dat dit puur een goed gegronde gok was eigenlijk. De maandag daarna is dat overgenomen door Kleine Boodschap. Die hebben er ook over alles over verteld en ja, die melden dit eigenlijk aan de luisteraars van Kleine Boodschap. Maar op de vrijdag daarna, Wessel weer te gast was bij Team Talk, vertelde dat dit werd opgepakt door Kleine Boodschap en dat dit een hele heftige reactie was, dat ze het veel te serieus hadden genomen en dat het puur een wilde gok was. Dat werd nog eens benadrukt en ineens, afgelopen dinsdag, dus 4 dagen nadat die podcast uitkwam, komt Loopings ineens met dit artikel waarin ze vertellen dat Ravelijn weggaat, terwijl er volgens mij nog niets veranderd is in de tussentijd. Sterker nog, er staat ook in het artikel dat het nog niet is bevestigd vanuit de Efteling zelf. Dus ik vind de manier waarop dit gebracht wordt een beetje vreemd. Maar goed, het klinkt allemaal heel reëel. Er is natuurlijk een hele tijd wat gedoe geweest met Ravelijn. Dat gaat de komende tijd ook niet veranderen. En er zijn genoeg redenen om de huidige vorm van Ravelijn weg te halen. Dus het lijkt me ook wel logisch dat het ook zo is. Alleen, het artikel vind ik een beetje krom. Maar goed, het zal zijn. Ravelijn gaat dus waarschijnlijk weg. En wat gaat er dan wel gebeuren? Zoals het er nu uitziet wordt het een walkthrough. Het wordt een soort nieuw themagebiedje. De tribune die zou weg kunnen. En er komt een, ja, zoals ik zei, een themagebied. Wel in het thema van Ravelijn. Met walkthrough, met wat shows, met wat entertainment. Met wat winkels en met wat horeca. Dit zou gaan komen in 2026. Ze hebben natuurlijk wat tijd nodig om het te verbouwen. Het lijkt er een beetje op dat de aankondiging van het verdwijnen van Ravelijn aan het eind van dit jaar gaat komen. Dat de Efteling het dan gaat bevestigen. We zullen het zien. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat dit het laatste jaar is dat Ravelijn speelt in de Efteling. Of in ieder geval in de huidige vorm. We gaan door naar het Lavelaar en het Anton Pieckplein. En we beginnen lekker makkelijk bij het Anton Pieckplein hier achter me. Want daar is eigenlijk helemaal niks gebeurd deze week. Dus we gaan door naar het Lavelaar. Daar hebben we de kruidenspiraal. Daar zijn nu de laatste plantjes neergezet. Nu zit in iedere plantenbak, plantenplekje, zit weer wat. Ziet er netjes uit. En verder zijn ze nog steeds heel druk bezig in het middendeel van het Lavelaar.
Die stratingswerkzaamheden die zijn bijna af. Ik verwacht dat we volgende week gewoon weer overal bij kunnen. En dat is op zich wel fijn, want het is nu echt een beetje een doolhof. Dat die bestratingswerkzaamheden nog steeds bezig zijn, betekent ook dat we nog niet naar binnen kunnen kijken bij het Luk en Limoenhuis. Want het is gewoon te ver weg om goed te kunnen kijken. En ik verwacht ook dat we de komende tijd voorlopig weinig gaan zien daar. Want ze hebben een zeil voor de deur gehangen. Of een doek, of in ieder geval iets waardoor we gewoon niet meer naar binnen kunnen kijken. En dat geeft mij wel het idee dat ze iets willen verstoppen en dat er dus daadwerkelijk iets gebeurt. Dus het lijkt toch wel spannend te gaan worden. Verder zijn ze nog steeds heel druk bezig bij Lots Kraamhuis. En we hebben het Laardekoekhuis. Dat hebben ze een tijdje terug al helemaal gedaan. Dat is ook nog steeds wel bereikbaar, alleen het is nu dicht. Dus wat daar aan de hand is, dat weet ik niet. Maar dat gaat vast ook weer heel snel goed komen. In het reisrijk is afgelopen week eigenlijk best een heleboel gebeurd. We beginnen op het zomerstrand, want daar is toch wel het meeste gebeurd. En dan gaan we echt uitkijken naar de komende zomer. Om te beginnen staat er nu een nieuw hutje. Wat ze er gaan doen weet ik niet, ik denk iets met merchandise of zo. Verder zien we tot de plekken waar het zandkasteel en de sombrero vorig jaar stonden. Die zijn nu uitgegraven, daar gaat waarschijnlijk weer zand komen. En ze zijn heel druk bezig met de poortplaatsen voor het zomerstrand. Helaas kunnen we er nu nog niet op. Maar nog een maandje wachten, hè? Eind van de maand is het zover, gaat de zomer beginnen. Ik heb er alvast heel veel zin in. Dan gaan we door naar Vogelrok. Dat was van de week ineens een waterachtbaan. Het lekte en het was behoorlijk nat daarbinnen. En we gaan kijken een stukje verderop in het reisrijk. Dan beginnen we bij Kashwa. Daar hebben ze onder die tent wat nieuwe lampjes opgehangen. Ziet er leuk uit. En daar tegenover bij Archipel, daar heeft de visser eindelijk zijn vis weer terug. Verder hebben we nog één laatste dingetje in het reisrijk. We hebben de pagode, die zou vrijdag de laatste dag van onderhoud hebben. Zou van het weekend weer open zijn. Helaas is dat niet gelukt. Op het moment dat ik dit film is die nog in onderhoud. En dat is uitgesteld tot en met vandaag, tot en met maandag. Dus daar gaan we volgende week naar kijken. In het Ruigrijk zien we het begin van de opbouw van de Zomer Efteling. Zo zien we hekken staan op de plek waar het Pythonpodium vorig jaar heeft gestaan. Waar het dit jaar waarschijnlijk ook terugkomt. Afgelopen week heeft heel de straat open gelegen. Ik denk dat ze kabels hebben aangelegd naar het Pythonpodium. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom die afgelopen jaar niet schoon zijn blijven liggen. Maar goed. En verder zijn er nog een hoop andere dingen ook gebeurd. We hadden vorige week het hekwerk naast station De Oost. Dat is nu weggehaald. Op het spoor of boven het spoor achter station De Oost, daar zijn ze nog wel bezig. Het station is ook nog steeds niet in gebruik. Verder zijn er werkzaamheden op het pad vanaf de Meermin richting de Halve Maan. Daar hebben ze een stuk straat openleggen. En bij de hongerige machinist in station De Oost, de frietent zeg maar, daar hebben ze de borden nu vervangen door schermen. Dus dat ziet er een stuk strakker uit. Verder is hier nog één ding. We hadden bij Joris en de Draak hadden we heel lang nog die tijdelijke wachtrij buiten staan. Omdat het moerasgedeelte nog niet af was. Het moerasgedeelte is nog niet helemaal af. Maar in ieder geval is de volledige wachtrij weer open. In het moeras moeten nog wat plantjes worden aangebracht. De plantjes zijn nu ook nog klein. Het is nu nog een beetje leeg lijkt wel. Maar als dat eenmaal gaat groeien gaat dat zeker goed komen. Ben ik van overtuigd. Verder zien we het kabinet der strijdlustigen weer terug. Ziet er weer heel strak uit. Alleen er staat geen frisdrankautomaat meer in. We zien een soort dienstpad vanaf het kabinet der strijdlustigen richting de voorkant van Joris en de Draak, zeg maar. Daar hebben ze een nieuw muurtje gemaakt. Misschien moeten ze dat ook nog even afwerken. En verder zien we overal in de wachtrij wat nieuwe prullenbakken staan. Die zien er ook wel tof uit. Ik kon even kijken of er ook nog iets veranderd was bij Edna. Ik had gehoopt dat daar beweging in zou zitten. Dat is nu in ieder geval nog niet het geval. Maar het kan ook zijn dat ze dat gewoon even uit hebben staan, omdat je hem eigenlijk toch niet ziet. Dus misschien dat dat nog gaat komen.
Macabre is er deze week niet zo heel veel gebeurd. Alleen afgelopen maandag zagen we daar het beeld van de dirigent van Joseph Charlatan. En dit ziet er heel strak uit. Maar het lijkt wel vrij statisch te zijn. Dus ik denk niet dat dit een animatronic gaat worden. Maar we gaan het zien. Dan gaan we naar het andere rijk waar ik nu ben. En dan beginnen we bij de Piranha. Afgelopen week is er een filmpje van de Efteling online gekomen. Waarin ze ons meenemen achter de schermen bij de bouw van de Piranha. En daar zien we niet heel veel nieuws, maar wel een paar toffe dingen. Zo zijn de pompen die zijn vervangen, wat we op zich al wisten, maar nu laten ze ons ook die pompen zien. En er komen slangen in de baan ergens. En die gaan op luchtdruk, spuiten die eens in de zoveel tijd een gigantische hoeveelheid water naar buiten. Waar je zeik en zeik nat van gaat worden. Het hele programma gaat aangepast worden op temperatuur, op seizoenen, op basis van het weer. Ook dat wisten we eigenlijk al. Maar het lijkt echt heel tof te gaan worden en ik krijg er steeds meer zin in. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat worden. Want we zien eigenlijk niks hier. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat worden. Het is nog 4 weken, dus nog heel even afwachten. Dan gaan we een klein stukje verder richting Bakker Krummel. Daar heb je het paadje dat langs Bakker Krummel naar de Piranha loopt. Daar staat een hekje langs. Misschien is die een beetje aan vervanging toe, want de paaltjes die vallen om en het staat allemaal scheef. Dus misschien moeten ze daar een beetje net zo'n hekje neerzetten als bij de Pardoespromenade bijvoorbeeld van het najaar gedaan is. Dan lopen we nog een stukje verder. Dan gaan we naar de Burger Bakery. Daar hebben ze een nieuw scherm opgehangen. Het lijkt een beetje op een bord, maar het is echt een scherm. Ziet er ook weer heel strak uit. En we gaan heel even naar de Fata Morgana. Want er stond van de week een wachttijd van 150 minuten. Lijkt mij heel lang. Zal waarschijnlijk ook niet helemaal geklopt hebben. Foutje in de app of zo. Misschien door de drukte van te land en zeeën in de lucht. Goed, ik weet het niet. Maar 150 minuten voor Fata Morgana door de week is echt heel extreem. Naar het onderhoud en het is best veel deze week. Deze week is de Piranha in onderhoud, de Tuffers die gaan ook in onderhoud tot en met 21 juni, Nest is in onderhoud tot en met morgen, tot en met dinsdag en de 6 zwanen zijn in onderhoud tot en met vrijdag. Ten slotte is de stoomtrein in onderhoud vandaag op maandag en komende vrijdag is die ook in onderhoud. Komende week is het weer een stuk minder, dan is de Piranha nog steeds dicht en de Tuffers en verder is alleen de stoomtrein in onderhoud op woensdag. Dan heb ik nog wat overig nieuws en we beginnen bij komende zaterdag. Komende zaterdag is er een groot bedrijfsevenement 's avonds. Dat betekent dat de Efteling een harde sluiting heeft en om 6 uur is heel het park dicht. Dus niet te wachtrijden. Nee, iedereen moet om 6 uur het park uit zijn en dat betekent dus dat de wachtrijen nog eerder gaan sluiten. Ditzelfde is ook het geval volgende week vrijdag, de 14e. Dan is 's avonds het evenement wij als ambassadeur, wat natuurlijk heel tof is. Maar dat betekent ook dat de Efteling om 6 uur keihard sluit en alle wachtrijen eerder dicht gaan. Komende zaterdag gaat de Efteling wel een uurtje eerder open, om 9 uur al. Verder was afgelopen vrijdag de Efteling jarig. Meestal doet de Efteling daar niet zo heel veel mee. Ik denk dat de gemiddelde bezoeker daar nu ook weinig van heeft gemerkt. Alleen ze hebben super toffe plakaten dingen iets gemaakt voor alle personeelsleden. Waarop staat hoe lang ze in dienst zijn. Ziet er super tof uit. En ik heb nog steeds mijn pin weg te geven. Ik heb natuurlijk deze toffe pin gemaakt. En ik zou er eentje weggeven nog. En de winnaar van iedereen die een reactie heeft ingestuurd is Mathies Saporito. Gefeliciteerd Mathies. Ik neem van de week even contact met jou op. Dan gaat dat helemaal goed komen. Wil jij nou alsnog een toffe pin hebben? Zal ik hieronder even een linkje zetten naar mijn webshop. Daar kun je hem gewoon kopen voor 6 euro. Mocht je hem nou een keer bij mij willen afhalen in het park. Neem dan ook even contact op. Dan kijken we of we iets kunnen regelen. Alleen ik kan dit niet voor heel veel mensen tegelijk onthouden. Want dat is voor mij niet meer te doen. Ik ga ze ook niet reserveren. Maar mocht je hier heel vaak zijn. Kunnen we kijken of we er op die manier ook uit kunnen komen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren. En druk even op dat belletje. Dan krijg je een melding als ik een nieuwe video online zet. Ik wil jullie heel graag weer bedanken voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk weer terug bij mijn volgende video. Toedeleokie!